Ik zit maar eens een keer aan de eettafel. Waarom ik hier aan de eettafel zit, dat is dus omdat ik dus nu aan het leren ben. En waar zijn we nou weer? Dat denk ik zo, ja. Goedemorgen allemaal, welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick. Roderick en Karen, ja dat zijn wij. Ja, het is vandaag woensdag 15 april 2023. Het is nou net 9:55. Ja, en ik loop lekker nou buiten met de drie meiden. Ja, helemaal geweldig, helemaal top, helemaal leuk. En, het zonnetje schijnt lekker. En ik hoop dat jullie ook er lekker van gaan genieten. Ook al komt deze vlog wel een stuk later online. Maar dat maakt niet uit. Heb je van deze zon genoten? Laat het even. Let me know. Even in de comments. Ja. En vanmiddag eventjes naar de tandarts. En dan hoop ik dat Karen even eventueel kan filmen. Maar dat zien jullie allemaal wel vanzelf. Of dat gaat gebeuren. Dus wij wensen jullie gewoon heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Zo, ik sta dus nu even lekker op mijn balkon. En wat ik dus ga doen, namelijk, dat is mijn ramen wassen. Dat ziet er niet uit. Nee, kijk, zoals hier. Ik weet niet of dat heel goed te zien is op beeld. Het is allemaal vies. Nou, dus ik ga deze even wassen, want daar kan ik zoveel bij. Deze even wassen en die even wassen, want daar kan ik niet bij. En ik kan ook hier er nog niet lekker bij. Dus daar wacht ik nog even mee. Met deze en met die. Met deze en deze. En deze gaan sowieso nu gebeuren. Dus dat ga ik dus nu even lekker gaan doen. Ja. Yeah. Een lady ligt lekker hier. En deze moet nog weg. Die moet nog afwassen weer. Deze moet ook weer eens even naar beneden. En dat moet weg. En ze zijn lekker bezig, lekker, helemaal goed, overal, helemaal top, kijk, mooi, zonnetje schijnt lekker, lucht is lekker blauw, helemaal top, ja. En lekker hè, schat, is fijn hè, ja. Ik zit maar eens een keer aan de eettafel. Waarom ik hier aan de eettafel zit, dat is dus omdat ik dus nu aan het leren ben. Eindelijk, het zal maar eens een keer gewoon moeten gebeuren. Het is een half jaar, nou, half jaar, dit helemaal doorlezen, mwah. Ik heb mijn tablet, laptop erbij, helemaal goed. Ik ben dus nu op de hoofdstuk 8. Ik ga zo meteen naar hoofdstuk 9, want ik ben op de laatste bladzijde van hoofdstuk 8. Hoofdstuk 8 is namelijk het inhalen. Dat zal ik een beetje voorlezen voor jullie. Inhalen. Bij het inhalen moet verschil gemaakt worden tussen rechts moeten en mogen inhalen. Er moet rechts ingehaald worden. Als bestuurders links voorgesorteerd hebben en te kennen hebben gegeven dat zij naar links willen, afslaan. Ja. Er mag rechts ingehaald worden door fietsers, zorgfietsers, die sneller rijden dan bestuurders op de rijbaan. Bestuurders die zich rechts van de blokmarkering bevinden, ten opzichte van bestuurders die zich links van de blokmarkering bevinden. Over het algemeen zal dit op de autosnelweg plaatsvinden. Dus ja. Door de omvang van een voertuig, met eigen voertuig, is het vaak slecht te zien of er wel of niet voetgangers oversteken. Voetgangers over, voetgangers. Even zo oversteken. Vandaar de bepaling dat niet voor, maar ook niet op een VOP. Dus de VOP is dus een verkeersoversteekplaats. Dus ook wel een zebrapad genoemd mag worden. Dus ja. Dus, en dat ben ik dus nu even allemaal weer aan het typen. Zodat het daar in mijn hoofd weer goed gaat. Wel, dus gaan we hier naartoe. Daar naartoe. Daar. Enter. Enter. Wel, ja. Mogen. Tussen aanhalingstekens juridisch. Ja, juridisch. Ja. D-I-S-C-H. Haakjes sluiten.
ingehaald worden. Ingehaald worden. Ja, wel mogen juridisch ingehaald worden. Ruiters. Moet ik even een streepje ervoor doen? Een streepje ervoor. Ja, ik heb gewoon een streepje voor. Nee hoor, grapje. Zo. En geleiders. Moet ik weer even een streepje. Geleiders van rij of trekdieren of vee. Ja. Zo. Verder berust er bij de bestuurders de verplichting. Verplichting. Ja, zo leren jullie ook weer nog eens wat van mij. Om voetgangers. Gangers. Ja, dan moet ik wel goed kunnen typen. Gangers, voetgangers. En bestuurders. Bestuurders. Van een gehandicapten voertuig. Ja. Tuig. Die bij een VOP oversteken. Of kennelijk op het punt staan over te steken. Alles wat daar staat, typ ik hierover. Dan kan ik beter weer teruglezen, want ik kan daar niet zo heel goed op lezen, zeg maar. Dat is wit en zwart en ik heb liever zwarte achtergrond en witte letters. Dat is voor mij. Over te steken. Ja. Nee. Nee. Voor het laten gaan. Nee, voor te laten. Voor te laten. Punt. Ja. Deze verplichting geldt met een... Ja, joh. Ik schrijf weer heel ergens anders dan waar ik het moet. Ja, ja. Deze verplichting... Ja... Geld niet voor bestuurders van een militaire kolonne of een uitvaartstoet. Van motorvoertuigen. Artikel. Ja, ga ik er ook altijd bij zetten. Artikel 4.9, dus 49. RVV 1990. Dus dat is het. Even het kopje inhalen. Ik ben al 6 minuten bezig. Ik weet het. Maar ik laat het wel mooi in staan. Dus wil je meer van dit weten? Let me know. En dan ga ik daar heel serieus mee aan de slag, jongens. Komt goed. En nu is hij aan het filmen. Ja, en wat hij helemaal gefilmd. Nou ja, dat en dat ze met mij aan het filmen. alleen oké, hè? Ik vind het prima. Hoor. Oh ja. Okay. Nou, niet helemaal. Maar nee hoor, ik probeer nu een beetje bij te spelen. Ja, dat is goed. Ik werk altijd met een rubberen ring. Ja. Dat houdt je lippen en je wangen goed aan de kant. Prima. Ken je die al of niet? Nee, ik ken die niet. Nee? Prima. Okay. En dan ga ik maar een beetje voor aap liggen. Ja. Ja, het is jouw vlog. Dus, ja, daarom. Oké, okay, komt ie. Het voelt vaak een beetje strak en niet echt fijn. Maar als je eenmaal zit, dan is het de topding, vind ik. Ik vind het dan niet. Oké, goed zo? Mm-hmm. Oké. Dan ga ik even mijn spullen pakken en dan gaan we beginnen. Als er wat is, of je voelt pijn of er iets anders, steek even je hand omhoog, dan stop ik, oké? Okay? Mm-hmm.
toppie, spreten we dat af. Oké. Een foto erbij. Ja, oké. Gaan we beginnen. Even erover doen. Kom eens met de afzuigers erbij voor het water. Gaat dat goed? Uh-huh. Oké. Nog steeds? Oké, hier wel een wikkel hoor. Even van boordje wisselen. Mag ik een maatje klein, hè? Fout aan het doen. De lamp om de vulling hard te maken, Karen. Ja, toen was ik weer in de auto. Nou, en deze kant heeft ze gedaan zonder verdoving. Dat ze hier kwam, nou, joehoe, toen had ik echt zoiets van, dit gaan we niet doen zonder verdoving. Dus ik heb verdoving nu aan deze kant hier. Dat is een beetje raar, vervelend, maar... Ach ja, hoort er allemaal bij. Ik ga nu weer lekker naar huis. Ik ga zo Rob bellen, want die is ook al lang en breed weer vrij. Dus die moest tot en met 2:30. Dus die is nu ook net thuis. Dus we moeten nog stemmen. Dat gaan we ook zo meteen nog even doen. En Roro die wou nog eventjes naar de showroomzaak. En van iemand anders. Van een hele goede maatje van mij. Dus daar gaan we ook even naartoe. Dus ik ga dus nu eerst lekker weer naar huis.
zijn we nou weer. Dat denk ik zo, ja. Zo, waar is mijn vent? Waar is mijn vent? Oh, daar. Ah, schappig. Ah, druk wel. Nee, het valt roze mee, hè. Zo, schat, ik heb wat voor jou. Alsjeblieft. Hè? Huh? Ja, nou, en ik ga hem niet in die sponsoren. Oh, maar de koekoek. Nee, dat ga ik niet doen. En ik heb het gewoon koud. Ja, wel kant. Mooi. Ik ga deze kant. Mooi, top. Helemaal goud. Ah. Eens even kijken. Wat gaan we doen? Nou, wat we gaan doen, dat is gewoon naar de bekende plek toe in de winkel. Ja, ik heb het koud. Ja, ik heb het heel koud. Maar oké. Praat gaat een stuk beter. Verdoving gaat een beetje uitwerken nu. Zo. We hebben wel weer wat genoeg in de bak. Even kijken. Wat hebben we allemaal? Genoeg lekkers, hoop ik. Dat denk ik zo. Laten we eens even kijken. Nee, ik ga niet zalm kopen voor 4 euro. Gaat het niet doen. Deze klopt ook niet. Nee, 1 euro. Ga je dat voor betalen? Ik niet. We hebben heel veel lekkers, maar ik ga er niet voor betalen nu. Nee, ga ik niet doen. Vind ik zonde. Zonde van mijn geld. Nee. Heeft die Jumbo een keertje niks aan mij? Nee, ook leuk. Toch? Nee, zo'n shirtje. Ga ik ook niet doen. Jij ook? Nee, ik ook niet. Scheelt weer. En daarbij, en we hebben thuis ook nog genoeg eten, dus ik vind het prima. Ja. Deze geweldige dame ligt dus al, zoals jullie zien, lekker op bed. En ja, een proactieve dag. Ja, het zal wel, jongens. Het zal. Maar ja, veel gedaan. Dus ja, ik ga deze vlog lekker afsluiten. Dus vond je dit nou weer een leuke vlog? Ik zou zeggen, abonneer even hier beneden. Doe het belletje aan. Doe het duimpje omhoog. En laat even een leuke reactie achter. En dan ga ik zeggen, dank jullie wel voor het kijken. En graag tot morgen bij een gloednieuwe vlog. Ciao.